Ik ging op de wc zitten, begon te persen en voor ik het wist lag een kindje in de wc. Een jaar geleden, op 29 augustus, heb ik de meest bizarre ervaring ooit gehad. Toen werd namelijk Tot geboren in mijn studentenhuis op de wc. Het leek een hele normale dag te worden. Ik ging naar de sportschool, eertje op de cross gestaan. Ik ging daarna met mijn huisgenootje de stad in. Even een biertje drinken, want we waren net huisgenootjes geworden, dus dat moest natuurlijk gevierd worden. Daarna heb ik even gekookt met een ander clubgenootje. Zijn we naar de vereniging gegaan zelfs. Toen die nacht begon het eigenlijk gewoon echt helse pijnen. Ik wist echt niet wat me overkwam. Ik ging op de wc zitten, begon te persen en voor ik het wist lag een kindje in de wc. En dat was echt te bizar voor woorden natuurlijk. Het kan dat je zwanger bent zonder dat je het weet. Heel gek eigenlijk, we weten niet zo goed hoe dat kan. Kan je brein zwangerschapssignalen negeren? Bijvoorbeeld, iemand die net zwanger is en gewend zwanger is, die voelt meestal wel dat de borsten pijnlijk worden, vaak misselijk in het begin. Op een gegeven moment ga je natuurlijk aankomen en ga je de baby voelen bewegen. Toen ik thuis in bed lag met vreselijke buikkrampen, dacht ik natuurlijk, wat is hier aan de hand? Ik had vooral heel erg het gevoel dat ik naar de wc moest en dat er iets uitgeduwd moest worden. En dat heeft ongeveer een uur of misschien twee uur geduurd, dat ik echt gewoon heen en weer liep van mijn bed naar de wc en weer terug met die buikpijn die ik maar niet kon plaatsen. Totdat ik op de wc zat en echt niks anders kon doen dan persen. Ik kon het ook niet meer tegenhouden. Het moment dat ik echt besefte dat ik aan bevallen was, was toen ik zo enorm hard zat te persen op de wc. Tot was geboren en ik stond met hem in mijn armen naast de wc in een enorme plas met bloed. Dus ik vond het ook doodeng eigenlijk. Ondertussen hing er natuurlijk ook nog een navelstreng tussen mij en de baby. En die heb ik met mijn handen vastgepakt en door midden getrokken met een of andere oerkracht die in mij naar boven is gekomen, want volgens mij kan dat normaal helemaal niet. Maar het ene deel van de naaldstreng hing nog tussen mijn benen, want de placenta moest nog geboren worden. En ik had Tot in mijn armen met het andere stuk van de naaldstreng in zijn naveltje en hij huilde. Dus ik heb mijn telefoon ergens vandaan gehaald. Volgens mij lag hij in het wasbakje van de wc of zo. Heb ik 112 gebeld en ze zei, ik heb het verteld, ik ben net bevallen, maar ik wist niet dat ik zwanger was. Dus die vrouw aan de lijn zei ook van, oh meisje, we komen er meteen aan. Is er iemand bij je? Dus ik zei, nee, ik ben alleen. Is er iemand die je kan bellen? Ik zei, ja, mijn huisgenootje is wel boven, dus ik bel haar wel dan. Opgehangen en mijn huisgenootje gebeld. En zij zei tegen mij, Julia, ben je dronken of zo? Wat is dit? Ik zei, nee, ik ben echt bloedserieus. Je moet nu naar beneden komen, maar je moet niet schrikken, want het zag er gewoon niet uit beneden. Het was één groot troep en het zag er volgens mij ook gewoon heel eng uit. Dus zij kon naar beneden gelopen en zij kijkt zo om het hoekje van de trap, want het was zo'n wenteltrap. Zij ziet mij staan en ze loopt even terug naar boven, gewoon om even te beseffen van, is dit echt of droom ik nog? En ze liep weer terug en ik kan er alleen maar aanstaren en ik heb een baby in mijn armen. Ontzettend schrikken als je op de wc zit en er komt opeens van alles uit. Hè. In haar geval eerst terugwater en bloed, dan ook nog een baby erachteraan. Als je op de wc zit, valt het kindje altijd wat omlaag en dan kan er spanning op de navelstreng komen en kan die doorscheuren. Ik had wel door dat ik wat aangekomen was en ik kreeg ook al reactie van mijn ouders van, hallo, je moet echt even wat aan de lijn gaan doen en even minder zuipen en gezond gaan eten, want die wordt gewoon echt te dik. Maar die zwangere buik, die heb ik nooit gehad en hoe dat precies kan, geen idee. Elke zwanger is natuurlijk anders. We zien ook bijvoorbeeld bij balletdanseressen, die dus hele goede buikspieren hebben en heel slank zijn, dat je pas helemaal aan het eind van de zwangerschap ziet dat ze zwanger zijn. Als ik er nu achteraf op terugkijk, dan zit ik wel te denken van, oh ja, misschien had dat toch wel met de zwangerschap te maken in plaats van dat extra biertje te veel. Vooral tijdens mijn vakantie met mijn vriendinnetje had ik best wel veel last van maagzuur. En dat is natuurlijk een typische zwangerschapssymptoom, blijkt achteraf. Ja, ik wist het natuurlijk niet. Nou, symptomen waarbij je misschien aan moet denken dat je misschien zwanger zou kunnen zijn. Nou, als je de pil slikt en je hebt opeens geen bloedverlies meer in je stopweek of heel weinig. Heel veel vrouwen hebben in de eerste weken van de zwangerschap hele pijnlijke borsten. Dat zijn de eerste verschijnselen. Nou, misselijkheid kan natuurlijk. Nou, daarna gaat je buik groeien en kun je de baby gaan voelen bewegen. Maar ja, we moesten natuurlijk meteen tot een plan komen. Het was natuurlijk duidelijk dat ik mee terugging naar Breda, waar mijn ouders wonen.
Want ik kon niet in mijn eentje een kind opvoeden in Utrecht, in een studentenhuis. Het is eigenlijk best wel grappig, want toen ik Tot in mijn arm had, ik heb één besefmoment gehad in het ziekenhuis waar ik een onvoorwaardelijke liefde voelde die ik nog nooit had gevoeld. En toen dacht ik, nu snap ik wat al die moeders bedoelen. Hoeveel je van iemand kan houden. Daardoor ben ik ook veranderd als persoon. Ik ben veel verantwoordelijker geworden. Ik heb nu echt een doel en dat is hij eigenlijk. Ik doe alles voor hem. Hoe het kan dat ik zwanger ben geworden. Ik slikte wel de pil, maar ik slikte hem niet goed. Heel onverstandig natuurlijk. Ik vergat hem vaak. En toen ik eenmaal met die ex-huisgenoten aan het scharrelen was, ja, dan is dat natuurlijk niet slim om je anticonceptie slecht te gebruiken. Als je de anticonceptiepil slikt, dat is een heel goed voorbehoedsmiddel. Maar je moet hem wel regelmatig slikken. Als je merkt als student bijvoorbeeld dat je leven zo onregelmatig is dat je hem af en toe eens vergeet, er zijn hele goede alternatieven. Bijvoorbeeld een hormoonhoudend spiraaltje, die kan in de baarmoeder ingebracht worden en dan 5 jaar lang hoef je nergens aan te denken en die is heel erg betrouwbaar. Eigenlijk is het best wel gek dat vrouwen altijd de volledige verantwoordelijkheid krijgen over die anticonceptie. Ik denk dat iedere vrouw ook wel eens een dag heeft dat hij de pil vergeet. Het is net zo goed aan mannen de taak om een condoom te gebruiken tijdens de seks. Natuurlijk, als je student bent zoals zij, ja, en je verwacht niet dat je zwanger bent, dan heb je een heel leuk leven. En natuurlijk heb je dat niet aangepast. En is heel voorstelbaar dat zij gewoon door is gegaan met de dingen die ze deed toen ze student was. Maar als je weet dat je zwanger bent, dan adviseren we natuurlijk om helemaal niet te drinken. Echt dus ook niet af en toe een glaasje, maar echt niet drinken. Natuurlijk ook niet roken en al helemaal geen drugs. En al die dingen kunnen toch maken dat de baby vroeger geboren wordt bijvoorbeeld of kleiner is, achterblijft in groei. Op het moment dat ik net bevallen was, ben ik natuurlijk meteen gaan nadenken wie is de vader. Ik wist vrijwel zeker dat het mijn ex-huisgenoot was. Dus ik moest hem dat laten weten dat hij een kind had gekregen. En dat was best wel moeilijk voor mij. Ik had besloten hem een mail te sturen. Hij heeft via WhatsApp gereageerd daarop. En hij zei, ik ben in shock. Ik weet niet hoe ik hierop moet reageren. Ik heb hem daarna nog enkele keren gesproken. Maar hij heeft aangegeven dat hij Tot niet wil zien en niet wil erkennen als vader. Hij heeft hem wel toen Tot 1 maand oud was een keer gezien. Maar daarna is hij daar toch echt op teruggekomen dat hij daar geen behoefte aan heeft. En als hij Tot niet wil, dan is dat alleen maar iets wat hij kan missen. Want ik zal alles voor Tot doen en daar heb ik eigenlijk geen vader bij nodig.